Nou ja, ik moest Stijn motiveren. Er staat opeens een Lebante wind. En? Ja. Vamos! Woehoe! Hey. Weer raak je nooit. Wat is het mooi, hè? Prachtig. Oh. Maar het is echt lekker. Ook goed ingeslagen, hoor. Met die groenten. Veel groenten voor de barbecue. Ik wil iets minder op mijn telefoon zitten vandaag. Maar ik ging toch een recept opzoeken op mijn telefoon. Ja. Terwijl er allemaal boeken staan. Ja. Heel goed. Je was vol in mijn bakkers. Hey, daar raak je nooit. Was het de buurman? Nee, ook niet. Ik ga het je nu laten zien. En dat op de dag van de vrouw. Nou. Dia de Mujer, Nationale Vrouwendag. Dus Stijn, adios. Doei. Puur toeval dat ik nu met wat vrouwen heb afgesproken. Ja. Maar een mooi dagje vooruit gekozen. Heerlijk. Is lekker, hè? Ja. Favoriet. Oh, porra! Hij is mooi geworden. Hij is heel mooi geworden, heel romig. Zo te zien. Ja, hij is heel, helemaal glad. Zo. Hé, hey, ja. Ho, ho. Oh. Hij is echt lekker. Ik pak een grote lepel. Hij is echt lekker. Zo. Hey, heel lekker. Wat zo, hij is gewoon heel lekker. Mm-hmm. Nou, zo, hij is lekker. Dat zei ik. Ik heb eigenlijk lust van wat. Buenos dias! Yes, mijn workout zit er weer op en ik heb hem uitgebreid met deze stiek. Want ik wil graag mijn spieren, mijn armspieren eigenlijk versterken. Dus dacht ik, het is wel leuk met deze stiek. Alleen ik heb maar één oefening gedaan, want ik weet er eigenlijk niet meer. Dus als jij er meer weet, laat het me eventjes weten. Misschien heb jij ervaring. Goed, ik ga mijn spullen opruimen. Ik zie net trouwens ook een boot. Kijk nou hoe leuk, vissers. Een boot die uitvaart om zijn netje op te halen. Het is trouwens zaterdag nu. En je ziet hier ook dan altijd wat meer vissers hier op de rotsen staan. Ja hoor, even op elkaar op de hoogte houden wat ze al gevangen hebben. Superleuk. En iedere zaterdagochtend staat de markt bij Haas bij ons voor de deur. Dus die zijn ze hier nu aan het opzetten. Dat is toch wel uniek, hè? Gewoon een markt met deze view aan het strand. Ja, we hebben zon op het terras. Proost. Dat is Stijn en het proost. Nog een keer proosten, want... Ik zei het een goed idee van jou. Ik had niet door dat het al zo lekker was. Ja, ik had dus net in het hoekje heb ik gewoon een zonplekje gevonden. Kijk, zo zitten we er dan bij. En het is nu 9:50. Hoe lekker is dat? Dan moet je kijken wat Nico heeft gemaakt. Ja, wat heb ik gemaakt? Los Rubios. Cool, hè? Nou ja, tenminste, laat even weten wat vind je ervan. Los Rubios. Zo gaat het huis heet. Los Rubios. Los Rubios. De blondjes. De blondjes, want wij zijn de blondjes van de straat. Ja. Nou, daar is dan de markt. En wij gaan boodschappen doen voor de barbecue, hè? Ja. We willen wat groenten op de barbecue gaan gooien. En nou, dit is dan 2 minuutjes van ons huis. Nou, je hebt de kleding, maar ook heel veel groenteboertjes. Ja. Oké, hoe ben je nou? Ik kwam erbij. Goed ingeslagen hoor, met die groenten. Veel groenten voor de barbecue. Alleen maar planten. Planten. En basilicum. Oh ja, basilicum. Hier kijk, die heb ik hier. Mm. Nou, we hebben onze eerste buitenpak hoor. Ja, avocado's. Oh, wat is het? Wat wil je? Knoflook. Oh, je bent zie? Zie? Ja, dat mag. Pas aan. Wat ik kennen.
gedaan. Nou, het was een gezellige groenteboer. Hey, en nu hebben we eindelijk groente ingeslagen. Oh. Heel leuk groenteboer. Ah. Ja, heel gezellig. Nieuw, hè? Regalo's, ja. En hij heeft ook superveel. En hij mooi. Ja. Mooie kwaliteit. Kreeg daarna nog extra paprika's, nog een aubergine. Mannenwas. En daarna gaf hij nog twee tomaten. Toen zei ik, hé, dat zijn cromatotonaten. Zo, hier zijn wij vaak geweest. Ja. In eind 2018, hè? Dat is niet normaal. Maar we zijn weer back, want we gaan ons huis zomerproof maken. Ja. Komende week komt de pergola op het dakterras. En nu zijn we ook nog bezig om de patio wat gezelliger te maken. Ja. Nou, we zijn niet de enige vandaag. Goede dag uitgekozen zaterdag. Vandaag. Zaterdag. Maar wel om 5:30 pas. Ja. Oh. En Stijn is een beetje inspiratie aan het ontdekken. Ik zit even in een kookboek te kijken. Kijk, want wat gebeurde er net? Wat? Oh, je pakte even je telefoon. Oh ja, ik wilde iets minder op mijn telefoon zitten vandaag. Maar ik ging toch een recept opzoeken op mijn telefoon, ja. Terwijl er allemaal boeken staan. Ja, we hebben hier allemaal boeken staan. Ja, en nee, is leuk, ja, vind ik. Ja, ik ga straks dit boek nog even pakken. Die heb ik gekregen van vriendinnen. One Year on a Bike. Heel vet, heel mooi boek. Kijk. Nodig. Hey. Hoppakee. En wat komt er op te hangen? Los Rubio's. Kijk, hier ligt het. We hebben er even onze gereedschap tevoorschijn gehaald. Top. Goed gedaan. Dit kan in de briefbus, net als vroeger. Ik kan eraan trekken, dan gaat de deur open, ja. Toch? Zo, dat is leuk, Stijn. Nou ja, ik moest Stijn motiveren. Maar er staat opeens een Lebantewind. Het is nu 5:30. Ja. Zegt er Stijn, kom, we gaan even kitesurfen. Maar Stijn was nog niet direct... Ik vond het koud. Stijn vond het koud. Maar nu is hij druk bezig, hoor. We gaan met de GoPro gaan we kiten. Ja. Vamos. Kijk, onze spulletjes. Oh, ik heb nog wat. En? Ja. Vamos. Oh, en ga je weer zo jumpen als daar? Ja, dat is goed wel. Vamos. Kom. Nog een kijter, ja. Alboran, met zijn 12 of 14 meter. Misschien nog echt even een zonsondergangssessie doen, maar wij dachten, wij gaan lekker opwarmen.